je man, kom eens gauw. Ik heb lekker melk voor jou en voor mij. Reis de weg, oh wat heerlijk. Hier morgen kinderdag. Ook op de Cederboomschool zijn de kindertjes in verband met deze dag extra in het zonnetje gezet. De kinderen mochten vandaag in hun vrije kleding naar school. Ze hebben aan diverse spelletjes meegedaan, kregen lekkere hapjes. En aan het eind van de dag kregen ze ook nog een cadeautje. En de vrolijke pupillen vertellen wat ze weten over kinderdag. Nou, het is eigenlijk een soort van feestje voor kinderen. En het gaat ook wanneer, het is ook een soort van feestje waar ze cadeautjes krijgen. Alle kinderen. Zo, niet alle kinderen, maar sommigen vieren het niet, maar sommigen ook wel. Ik vind het echt leuk omdat we kunnen zoveel spelletjes doen en dan weet ik welke spelletjes we kunnen spelen. Een feestdag waarop kinderen leuke dingen doen en cadeautjes overmaken. En hoe vier jij kinderdag meestal? Door cadeautjes open te maken tot 's avonds laat op te blijven en lekkere dingen eten. Kinderdag wordt ook niet zonder meer gevierd. De leiding van de school vindt het heel belangrijk om extra aandacht te besteden aan kinderen. Peggy Cotino, lid van het managementteam, en schooldirecteur Eline Vervoort geven aan wat het belang is van de kinderdagviering. Ook in deze tijd waarin ze elkaar bijna niet echt kunnen ontmoeten, alleen op school. Omdat je corona en mensen gaan niet echt meer bij elkaar op bezoek en dat soort dingen. Feesten worden niet meer uitbundig gevierd. Hadden wij vandaag op school zoiets van, we moeten ervoor zorgen dat de kinderen naast het schoolwerk ook gewoon dat gevoel nog meekrijgen van dat we om ze geven en dat we willen dat ze een leuke dag hebben. Maar ik denk in COVID-tijd dubbel zo belangrijk. Kinderen hebben nu meer dan 2 jaar het echt zwaar gehad. Ze zien elkaar weinig. Wij hebben ook nog steeds halve groepen. Het is heel moeilijk voor hun om het sociale leven op gang te houden. En daar met elkaar aandacht aan besteden is, vind ik, heel erg belangrijk in COVID-tijd. Alle kinderen die dit nu al 2 jaar hebben meegemaakt, dat zijn de mensen die het later het land moeten gaan leiden of belangrijke functies moeten gaan bekleden. En dat moeten we niet vergeten. We zijn natuurlijk echt bezig met gezondheid en veiligheid in het land, maar daar hoort ook bij de sociale gezondheid van kinderen en het feit dat ze allemaal recht hebben op onderwijs. Ik denk dat dat dingen zijn, zeker op een kinderdag, dat je daar weer even extra bij stil mag staan. De leerkrachten hopen dat het welzijn van kinderen hoog gehouden wordt en dat ouders hun kinderen morgen extra verwennen.